In deze video ga ik heel kort aanstippen waarom Microsoft Teams nou zo'n mooi programma is als je slimmer digitaal wil samenwerken. Nou, heel mooi woord. Maar Microsoft Teams ondersteunt wel echt de nieuwe manier van werken. Dus dat je plaatsonafhankelijk kan werken, dat je meer vrijheid hebt, dat je veel tijd bespaart die je dus aan andere dingen kan doen en die het samenwerken echt leuk en makkelijk maakt. Nou, Microsoft Teams is een chatgebaseerde programma, dus dat betekent dat je chat in plaats van bijvoorbeeld e-mailt. En daar zit wel echt een hele grote tijdswinst in. Zoals ik eerder al heb verteld, kan je door het gebruik van Microsoft Teams en door het e-mailen te vervangen, 2 uur per dag aan tijd besparen. En dat komt omdat je samen met je collega's vaak heel veel cc's ontvangt. Schijnbaar 90% van de e-mails die je ontvangt. En omdat je dat nu verplaatst naar Microsoft Teams, scheelt dat echt een boel mails, boel frustratie, boel volle inbox. Maar ook dat je met 1 berichtje gewoon heel je team bereikt. En ook in Microsoft Teams kan je allemaal verschillende kanalen. Dus je kan ook allemaal groepjes teamleden bij elkaar hebben. En per onderwerp bijvoorbeeld je bericht sturen. Dus het is echt heel fijn samenwerken. We hebben meer video's over Microsoft Teams gemaakt. En daar zie je ook in een demo hoe dat er dan uitziet. Maar dat is wel echt een hele groot voordeel. Wat het zo snel maakt en zo makkelijk maakt. Nou, tegelijkertijd kun je in Microsoft Teams video vergaderen. Dus heel makkelijk vergaderen met de camera aan. En dat kun je ook opnemen. Waardoor je collega's die er niet bij zijn, de video ook later terug kan kijken. Maar ook als je bijvoorbeeld in gesprek bent met je collega's, omdat je op afstand werkt. Je werkt lekker vanuit huis of van een andere locatie. En je wil elkaar toch even zien, toch even spreken. Je zet de camera aan en je kan elkaar zien alsof je gewoon normaal aan het vergaderen bent. Er schijnen ook steeds meer ondersteunende dingen die het vergaderen via een video ondersteunen. Bijvoorbeeld de whiteboard die je op de achtergrond kan zetten. Nou, noem het maar op. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat is wel echt een heel groot voordeel. Maar ook bijvoorbeeld het samenwerken in documenten of het delen van documenten. Het delen van documenten zit al een beetje samen, wat ik net al zei, van het mailen gaat nu naar een chat gebaseerd, hè, naar een chat. Maar ook bijvoorbeeld nu, waarbij je normaal gesproken een bijlage toevoegt in de mail, hoeft dat niet. Je selecteert je document en je kan het heel makkelijk delen in je team. Maar je kan ze ook heel makkelijk werken in de documenten. Op de achtergrond van Microsoft Teams zit SharePoint. Dat is een ander programma van Office 365. En daar zit alle dataopslag, daar zitten alle documenten en daar kun je dus ook bij. Zelfs als je geen internet hebt, kun je wel bij die documenten, kun je erin werken. En als je weer internet hebt, wordt het weer geüpload. En tegelijkertijd kunnen jouw collega's ook werken in die documenten. En de laatste versie wordt gewoon onthouden. Dus je hoeft niet bang te zijn dat als jij werkt en je collega werkt, dat je het dan kwijt bent. Maar de aanpassingen die worden daarna gedaan. Nou, dit zijn echt een aantal dingen die super handig zijn. En Microsoft Teams is echt de hub waar alles dus samenkomt. Dus je ziet ook wat nu vaak gebruikt wordt als mensen hun computer opstarten, dat ze Microsoft Teams als startpagina gebruiken. Alles zit erin. Ook alle andere onderdelen zoals Planner die veel wordt gebruikt voor projecten. Maar nou ja, allerlei functies. Te veel om er nu op in te gaan. Maar wat dus zo mooi is, is omdat alles binnen 1 programma gebeurt. Dus dat je focus. Ik hou enorm van aandacht geven aan hoe ik meer focus kan houden. Productiever kan zijn. Niet de hele tijd afgeleid. En het mooie is van Microsoft Teams is dat alles in 1 programma is. Dus je hoeft niet elke keer naar te switchen naar verschillende programma's. Dan weer naar die, dan weer naar die, dan weer naar die. Nee, het is gewoon allemaal in 1 programma. En dat is ook wel echt een giga voordeel en ook waardoor je zoveel tijd bespaart. Nou, dit was even een video waar ik iets meer een overview doe van wat zijn nou enkele zaken waardoor het gebruik van Microsoft Teams met je teamleden zo handig is. En vooral als je van makkelijk, slim, snel samenwerken houdt, maar ook bijvoorbeeld die vrijheid wil ervaren dat je van verschillende locaties kan werken. Als je het heel belangrijk vindt om zo slim mogelijk om te gaan met je tijd kan besteden aan veel waardevolle zaken dan frustraties of gedoe met bijlagen, gedoe met e-mail in de inbox, noem het maar op. Daar staan wij heel erg voor. Dus vandaar dat ik je dit wil meegeven.
Mocht jij vragen hebben aan de hand van deze video of meer inhoudelijk, kijk sowieso naar onze andere video's die we hebben gemaakt op YouTube. Maar we hebben sinds kort ook een podcast, de KB Works podcast, waarbij we ook onderwerpen bespreken die over slimme digitaal samenwerken gaan, over plaatsonafhankelijk werken, de nieuwe manier van werken met Microsoft Teams, met Office 365. En ook daar, als je daar een leuke vraag voor ons hebt of gewoon een vraag voor hebt die wij kunnen beantwoorden, laat het ons weten, dan nemen we die mee.